De zomer komt ondertussen heel dichtbij. En ik weet dat jij er waarschijnlijk ook nog niet helemaal klaar voor bent als het neerkomt op je lichaam. Dus vandaag ga ik je 7 tips geven die jij kunt gebruiken in de gym. om te zorgen dat jij de beste progressie maakt voor deze zomer. Dus laten we beginnen met tip nummer 1. En dat is bouw een goede hoeveelheid aan spiermassa. Dit hoeft niet de hoeveelheid te zijn van een bodybuilder. Maar het moet wel de goede hoeveelheid zijn om daadwerkelijk een verschil te zien in jouw resultaat. Wat veel mensen doen is constant focussen op afvallen en niet... De tijd stoppen in het aankomen van spiermassa. Dus een bulkfase ondergaan. Veel mensen zijn bang voor dat woord. Een betere term over de jaren heen is lean bulk. Dit betekent dat je een klein calorieoverschot hebt elke dag. Dus dat je meer calorie eet dan dat je verbrandt. Vroeger de tijd was dit nog. En mensen gingen gewoon heel veel eten. Ik zelf ook. Dat noemde je dan een dirty bulk. Dan at je zoveel mogelijk om aan te komen. Dat was een slecht idee, dan kom je heel veel vetmassa aan. Maar over de jaren heen heb ik heel veel lean bulks gedaan. Dat doen we ook met onze klanten. En dan krijg ik geweldig resultaat zonder heel veel vet aan te komen. Dit kan echt minimaal zijn. Je zult altijd wat vet aankomen. Als jij nul vet wilt aankomen, succes! Dan ben je gewoon eigenlijk je tijd aan het verdoen. Want vet verliezen is namelijk niet super moeilijk. Spiermassa aankomen is wel heel lastig. Dus wees niet bang voor het kleine beetje vet wat je aankomt. Want je verliest het echt zo snel weer. Dus focus. Minimaal een aantal maanden lang, minimaal zes maanden zou ik altijd zeggen, aan één stuk door op spiermassa aankomen. Dus meer eten dan dat je verbrandt, voordat jij um, steeds gaat proberen om af te vallen. De zomer komt er nu natuurlijk aan, dus je kunt zeggen: Deze zomer ga je gewoon droog worden. Maar zorg er dan voor dat je daarna het hele jaar pakt om voor de volgende zomer in shape te zijn, of zelfs die zomer daarna. Zelf heb ik dat ooit op het begin gedaan, twee jaar lang, dan maak je echt mega progressie. Tip 2, blijf lage reps doen. Er is zo'n mythe die ooit is ontstaan. En dat is, doe hoge reps in de gym als jij vet wilt verbranden. Um, dit zien we dan mensen doen door allerlei circuitjes en, en hoge reps en weinig rusttijd. Uh, voelt namelijk heel goed. Je hebt inderdaad het gevoel dat je vet verbrandt. Want je, je, je raakt ook gewicht kwijt. Je zweet namelijk extra. Je hartslag gaat extra hard. Dus in principe verbrand je ook meer calorieën. Klopt, omdat je hartslag wordt verhoogd. Maar is dit effectief? Nee, als jij namelijk calorieën wil verbranden kun jij veel beter je hartslag verhogen door middel van cardio. Maar het probleem is als jij dat doet door middel van krachttraining kun jij minder zwaar de krachttraining doen. Nou, waar zal het tot leiden tot spierverlies. En In punt nummer 1 hebben we geleerd dat willen we niet, we willen juist die massa aankomen. En zodra we die massa hebben, willen we die niet kwijtraken terwijl we vet gaan verliezen. En dit gebeurt bij heel veel mensen wel. Die raken die ja, de massa waar je zo hard voor hebt gewerkt, die raak je gewoon weer kwijt. Omdat jij, bijvoorbeeld eerst in je schema, volgde jij uh, misschien sets van 3 tot 5 reps als eerste oefening. Een soort powerbuilding routine, wat ik vaak doe. En dan daarna later in de workout 6 tot 8 reps of 10 tot 12 reps. Maar nu ga je ineens naar 15 plus of 20 plus reps om vet te verbranden. Maar dan kun je minder zwaar trainen, waardoor jij uh, progressive overload helemaal niet meer toepast. Maar sterker nog, je, je doet eigenlijk het tegenovergestelde van progressive overload. Je doet... Degressive underload. Ik weet het niet. Maar je doet, je, doet, je doet letterlijk minder gewicht dan wat je daarvoor deed. En dan zullen jouw spieren ook denken. Hé, hey, nou, dan, dan heb ik die massa ook niet nodig als ik minder gewicht hoef te doen. Dus zorg ervoor dat je zwaar blijft trainen. Als jij. Nu een schema volgt met 6 tot 8 reps of zelfs 3 tot 5 reps, blijf dat dan doen als jij vet gaat verliezen. En probeer dan die kracht zo goed mogelijk te behouden. Tip nummer 3, train niet te veel tot failure. Zie ik ook heel vaak. Um, of je nou aan het aankomen bent of aan het afvallen. Alleen bij het afvallen is het nog iets belangrijker, omdat je in een iets fragielere staat bent uh, met je lichaam. Onderzoeken tonen ook aan dat het niet per se meer spiermassa oplevert als jij tot failure gaat. Als, als dit wordt vergeleken met RPI 9 of RPI 8, waarbij jij 1 of 2 reps van failure weg blijft. Dus zorg ervoor dat je niet constant tot failure gaat. Tuurlijk kan dat hier en daar bij een set, of als jij bijvoorbeeld tijd probeert te besparen in de gym. Ik kan hier ook een aparte video over maken. Maar doe dit, doe dit niet constant, want dan zul jij je herstel namelijk meer in de weg zitten dan dat je dit bevordert. Denk maar eens na, als jij meteen de bankdruk gaat doen, eerste oefening. En een vriend helpt je om uh, die spotje aan, en die, die helpt jou echt letterlijk met de laatste drie reps. Is jouw chest workout daarna nog heel veel waard? Vergelijk dat maar eens als jij de eerste set... Niet tot veel je gaat. Hoeveel meer set je dan met datzelfde gewicht kan blijven doen? Als jij eenmaal tot veel je gaat. kun jij niet hetzelfde gewicht voor diezelfde hoeveelheid reps. Dus doe net het stapje terug. waardoor je meer volume kunt pakken. en kunt zorgen dat je die kracht behoudt. Ik ga hier nog dieper op in. en ook andere training. maar ook voeding tips. in mijn nieuwe e-book. Verliesgewicht als sneeuw voor de zon. Die kun je nu geheel gratis downloaden. Link staat in de beschrijving. Tip nummer 4. Gebruik cardio als tool. Heel veel mensen. en vooral vaak dames. die gaan naar de gym. en die denken. Hoe meer cardio ik doe, hoe meer vet ik verbrand, hoe beter het is. Uh, zo ga ik dat uh, toont lichaam of dat strakke lichaam bereiken. Luister heel goed naar mij. Strak lichaam heeft te maken met een combinatie van een laag vetpercentage en een goede hoeveelheid spiermassa. Een grotere hoeveelheid dan de gemiddelde mens. Want dat ziet er uh, aantrekkelijk uit. Dat zorgt ervoor dat jij uh, de rondingen ziet ook. Terwijl je alsnog weinig vet hebt, waardoor jij die strakke look krijgt, waardoor het strak oogt, waardoor je simpelweg meer definitie ziet. Dat bereik je niet door alleen maar heel veel cardio te doen. Als je dat doet, word je namelijk skinny. Dat is de realiteit. En echt skinny, dat willen we niet. Het allerbelangrijkste is je dieet. Als jij zorgt dat je in een calorietekort eet, dan heb je in principe cardio niet eens nodig. Ik ben vele malen in de beste shape van mijn leven gekomen of dicht daarbij zonder cardio te doen of zonder veel cardio te doen dan echt één of twee keer in de week heel erg weinig en zeker niet dagelijks zoals veel mensen denken. Het is dus niet nodig. Wel raad ik het aan, omdat het natuurlijk goed is voor je algehele gezondheid, voor je hart. Er zijn vele voordelen van cardio, maar er zijn ook vele manieren van cardio. Dus je kunt ook denken aan wandelen buiten. Als je dat doet voor een uur. Mocht jij nou fan zijn van cardio, dan kun je dat wel meer doen. Bijvoorbeeld hardlopen. Maar mocht jij het absoluut niet leuk vinden, denk dan zeker niet dat je het nodig hebt. Focus in plaats daarvan op krachttraining en zorg ervoor dat cardio een tool is die je daarbij gebruikt. Dus dat je zowel krachttraining doet, als cardio, tip nummer 5. Volg een vast schema. Klinkt heel logisch, maar dit is toch een fout die veel mensen maken. Ze gaan naar de gym. Misschien ga je steeds met andere mensen. Je neemt een vriend mee. En dan ga je steeds schema's van anderen volgen of verschillende dingen doen. Of je vindt het leuk om constant een andere training te doen. Het is misschien leuk, maar je maakt geen optimale progressie. En als jij er op je optimale lichaam wilt bereiken, dan is het wel belangrijk dat jij minstens de grote compound oefeningen bijhoudt, zodat jij weet, hey, ben ik kracht aan het verliezen? Behoud ik mijn kracht en dus ook mijn spiermassa? Uh, misschien maak je zelf progressie als jij een beginner bent of nog niet jarenlang bezig bent. Dan is dat ook mogelijk om uh, zowel spiermassa aan te komen als vet tegelijk te verliezen. Is wel lastig, maar voor sommige mensen is dat ook mogelijk. Um, dus zo kun jij bijhouden van, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk met mijn lichaam met trainingen? En als jij niet minimaal voor zes weken of acht weken een trainingsschema volgt, is het heel moeilijk om je progressie bij te houden en om progressie te maken of dus je spiermassa vast te houden. Dus zorg ervoor dat die oefeningen steeds terugkomen. En dit hoeft dus niet je hele schema te zijn, als dus jij het leuk vindt om andere dingen te doen, maar zorg er dan voor dat je eerste 1 tot 2 tot 3 oefeningen, de compound oefeningen, grote lifts, denk aan een de squat, een bankdruk, uh, weighted pull-ups, uh, Bulgarian split squat, um, shoulder press... Dat dat die standaard oefeningen zijn die je wel steeds terug laat komen elke week. Maar dat je met de andere oefeningen, dat je daar een beetje mee speelt en dat je wel verschillende dingen doet. Is een mogelijkheid. Is het 100% optimaal? Misschien niet. Maar zelf doe ik dit soms ook. Want het maakt het wel leuk. Tip nummer 6: plan je deloads strategisch. Wat is een deload week? Uh, kan ik in een aparte video op terugkomen. Staat misschien al op dit kanaal. Maar het is een week waarbij jij uh, rust neemt van de gym. Uh, of je je spieren rust gunt door middel van lage intensiteit workouts. Dus bijvoorbeeld 50% van de intensiteit wat je normaal doet. Of je neemt een gehele week rust. Dat is een andere vorm. Niet per se een deload, maar dat is een, een rustweek kun je dat noemen. Maar het is belangrijk dat jij dit tussen de 4 en 10 weken... Ik weet, dat is vrij breed, maar dat hangt van een aantal factoren af. Dat jij dit doet. Voor de meeste mensen zou ik zeggen tussen de zes en acht weken. Als jij dit consistent blijft doen... dan zorg je ervoor dat jij geen blessures krijgt... dat jij progressie kunt blijven maken... en dat je goed blijft herstellen. Heel belangrijk, heel belangrijk. Anders zul jij stagneren op een gegeven moment... en dan zul je pijntjes gaan voelen aan je lichaam... en je zult ook merken van... hé, hey, ik kom gewoon niet meer vooruit. Als jij weet dat jij bijvoorbeeld 12 weken uh, gaat afvallen... zorg dan voor dat jij bijvoorbeeld week 6 dat jij daar die deload plant... als jij voor dit traject nog geen deload hebt gehad. Want anders zul jij heel veel weken... Meer dan 12 weken gaan zonder die deload, terwijl je ook nog in de calorie tekort zit, en dan, dan zul je wel eens kunnen merken dat jij blessures gaat krijgen of dat je niet meer optimaal presteert. Dan had je veel beter tussendoor die deload strategisch kunnen plannen. Tip nummer 7 is een goede warm-up. Dit is natuurlijk altijd belangrijk, en als coach zeg ik dit altijd, maar in de realiteit is het natuurlijk zo dat veel van ons. De warm-up wel eens wat korter kunnen maken dan dat die eigenlijk zou moeten zijn. Omdat het gewoon niet het allerleukste is. Uh, vaak hebben we niet te veel tijd om te trainen. Dus dan is dat hetgene waar wij die tijd op inleveren. Maar luister, de warm-up is. Extra belangrijk als jij aan het afvallen bent, want je eet in een calorietekort, Je herstelt net iets minder goed. Dus zorg er gewoon voor dat je niet geblesseerd raakt. En een goede warm-up is, is echt de key daarvoor. Een goede stretching routine, zodat je ook flexibel blijft tijdens die cutting fase. Zodat je er niet alleen goed uitziet, maar ook goed kunt presteren. Heel belangrijk vind ik zelf. Dus dat zijn de 7 tips van vandaag. Ik hoop dat ze je geholpen hebben. Doe even een duimpje omhoog en een comment achterlaten wat je wilt zien in de volgende video. En dan uh, zorg ik ervoor dat het komt. طرام <todan>